Hoi, ik ben Fleur en hier achter mij zien jullie het gebouw van de ROM. Ik ga jullie vandaag laten zien wat de ROM allemaal doet. We gaan een tour maken door de hele regio, waarbij we ook 3 bedrijven gaan bezoeken. Het wordt een lekkere, drukke dag dus vandaag. Zo, gaan jullie mee? Arjan, kun je mij vertellen wat de ROM precies allemaal doet? Ja, de ROM is een regionale ontwikkelingsmaatschappij en wij helpen bedrijven met innoveren en groeien. En hoe doen jullie dat precies? We helpen met kapitaal, hè? Dat is belangrijk, want dat is een soort water voor een plantje. Maar we helpen ook met kennis, met netwerk. En we hebben de juiste contacten, niet alleen in de regio, maar ook in Den Haag, in Brussel en in het buitenland. Dankjewel. Ik ga vandaag langs bij de verschillende teams van ROM. En ik heb begrepen dat ROM ook een aantal fondsen heeft. Daarvoor ga ik naar Edgard. Edgard, vertel, jij bent van Team Investeren. Ja, dat klopt. Als Team Investeren investeren wij in kennis en kapitaal bij start-ups, scale-ups en innovatief MKB. Met kennis proberen we met workshops en cursussen een stukje verder te helpen en met kapitaal. Met leningen en aandelenvermogen, zodat we na een aantal jaar een gezonder ecosysteem van start-ups achter kunnen laten. En daar zelf ook nog een klein beetje beter van kunnen worden. We zijn hier bij WeDrive Solar, een van de ondernemingen die geholpen is door de ROM. Robin, we zijn in een van jullie auto's naartoe gekomen. Dus kun je mij vertellen wat jullie precies doen? WeDrive Solar is een deelautobedrijf. We hebben 150 deelauto's hier in de stad, 100% elektrisch. En daar kunnen bewoners en bedrijven, zoals de ROM, gebruik van maken als alternatief voor hun eigen auto. En daarnaast gebruiken we die auto's, omdat ze 100% elektrisch zijn, ook als het energiesysteem van de toekomst. We gebruiken namelijk de batterij van de auto als buffer en opslag van duurzame energie. Dat klinkt heel erg duurzaam. En kun je mij vertellen hoe de ROM jullie precies geholpen heeft? Ja, de ROM is eigenlijk al vanaf begin af aan betrokken. Ze hebben ons geholpen om het idee verder uit te werken en te professionaliseren. Daarnaast hebben ze geholpen om bij de juiste subsidies en regelingen aan te kunnen sluiten voor financiering. En tenslotte hebben ze ons enorm geholpen om ook het bestuurlijke draagvlak te organiseren in de regio. Dat klinkt goed. Wij gaan snel weer even verder rijden. Dankjewel. Steven, wat goed dat ik jou hier tref. Hey Fleur. Jij bent van Team Internationaal. Kun je mij vertellen wat jullie doen? Zeker. Team Internationaal heeft 2 taken. Enerzijds helpen wij het buitenlands bedrijfsleven om zich te vestigen en te ontwikkelen in de regio. Anderzijds faciliteren wij onze lokale bedrijven om de wereldmarkt op te gaan. Nou, dankjewel. We zijn nu bij de Right Meal. Laten we even gaan kijken. We zitten hier in een prachtig huis midden in een woonwijk. Zijn er ambities om verder te groeien? Zeker. Wij willen de tweede helft van volgend jaar willen we naar bedrijfshuisvesting hier in Hilversum. Ik heb gehoord dat jullie geholpen zijn door de ROM. Op welke manier zijn jullie geholpen? En de ROM is bij ons aandeelhouder geworden afgelopen zomer. Dat doen zij vanuit het Hul POC Fonds. En wij hebben echt een perfecte match, omdat zij ook geloven in digitalisering van de zorg. Zij geloven in healthcare en ze geloven in duurzaamheid. Dat bieden wij. Dat klinkt als een perfecte match. It's made in heaven, Fleur. Dankjewel, Marcel. Alweer een mooi voorbeeld van een bedrijf dat geholpen wordt door de ROM. Ik ga nog even op zoek naar iemand van Team Innoveren. Saskia, kun je mij vertellen wat jullie allemaal doen binnen Team Innoveren? Ja, zeker. Binnen Team Innoveren brengen we bedrijven, kennisinstellingen en overheden samen in innovatieve projecten die maatschappelijk eigenlijk heel belangrijk zijn. Uiteindelijk vormen ze innovatieve ecosystemen die de structuur versterken in de regio. En dat is nog niet alles, want we zorgen ook voor het binnenhalen van middelen voor deze ecosystemen, zodat ze gewoon hun R&D-projecten kunnen gaan uitvoeren. En heb je daar dan ook nog een voorbeeld van? Ja, we werken bijvoorbeeld in Earth Valley samen met bedrijven en kennisinstellingen aan thema's op het gebied van water, klimaat en aardeprojecten. Dankjewel Saskia. Alsjeblieft Fleur. Anielle, jij bent van Microtex. Kun je me vertellen wat jullie doen? Wij ontwikkelen een nieuwe productieketen voor de mode-industrie, waarbij we een aantal stappen overslaan, zoals het spinnen van het garen, het weven van het doek en het snijden van patroondelen. En zodat we op die manier een duurzamere productieketen kunnen ontwikkelen, waarbij ook de arbeidsomstandigheden verbeterd zijn. Tof, jullie hebben financiering ontvangen van de ROM. Gaat daar een grote lab van gebouwd worden?
We willen heel graag het team uitbreiden en wat apparatuur aanschaffen. En daar hoort onder andere een microbioloog voor dit lab bij. Er zijn nog genoeg dingen te doen. Ja, maar dat is ook echt wel het leukste gedeelte voor ons. Ja, zeker. Nou, dankjewel. Zo, dat was alweer het laatste bedrijf. Ik heb een goed beeld gekregen van de ROM, maar ik heb nog één laatste vraag. En die ga ik aan Arjan stellen. Arjan, wat maakt Utrecht nou zo'n mooie regio? Ja, wij zijn de regio van de verborgen pareltjes. Er zijn zoveel coole bedrijven in onze regio die je in het eerste gezicht niet kent. Maar als je er bent, dan denk je, wat maken ze coole producten? Wat doen ze goede dingen voor de wereld? En ik denk, voor het komend jaar willen we die verborgen pareltjes nog zichtbaar maken voor iedereen. Dankjewel, Arjan.